Hey mensen, welkom bij weer een video op de tablet. Ik heb heel veel video's gemaakt van de Crew 2 nu. Ik ga door blijven doen, met al die races te doen. Maar ja, ik wil even pauze nemen. Nu is het al 2 uur later of zo, I don't know. Maar ik was aan het kijken langs al deze afspeellijsten in mijn bibliotheek op YouTube. En toen kwam ik bij een van mijn wat oudere afspeellijsten. Roblox GameStar Tycoon. Een oude vergeten serie op mijn YouTube kanaal. Allee. Zo oud is het nu ook weer niet. Ja, ik. Ik heb. Oh. Ik heb. Ja, ik heb deze video, deze video, deze video, die 3 video's. Tot en met de 8e video, oftewel de gouden Roblox stand. En ja, toen was ik er gewoon mee gestopt, gewoon puur omdat ik had die Roblox game uitgespeeld. GameStar Tycoon, ik had die Tycoon uitgespeeld. Maar er stond bij het bij de Game Store upgraden coming soon. En ik heb al ja, ik heb gewoon puur daarom een tijd niet meer gekeken op mijn Roblox, dus laten we het dan maar even doen. Oké. Weer terug op het oude vertrouwde bankje. Laten we Roblox opstarten. Van wanneer is de laatste video eigenlijk? 4 maanden geleden. Wacht. Mensen, zet in de reacties of dat überhaupt mogelijk is. 4 maanden geleden. Het voelt echt alsof dat een half jaar geleden is. 6 maanden. Maar tenminste langer geleden dan 4 maanden. Oh, let's see. Roblox. GameStar Tycoon, ik moet zijwaarts kijken. Blockston Hotels. Oké, die ga ik ooit eens uitproberen. Ik ga het opzoeken. Oh, mijn gsm is 19%. Wacht, mensen. Ja, tot zo. 3 minuten bezig. Herinneren jullie dit plaatje nog? Die Xbox controller, volgens mij is het hem. Vol. Ja, dat is hem. Ik was aan het denken van. Oh nee, welke is het nu? Ja. Roblox Rewards. Loading Assets. Play now. Het is geüpdate, zo te zien. Ze hebben eraan gewerkt. Moment van de waarheid, gaat de serie verder 4 maanden, tussen haakjes, 4 maanden later, of Roblox Rewards, maar hallo, moet ik het restarten? Reset character? Het is heel het is serieus best wel het terug, ja, bijgewerkt. Ik ga opnieuw proberen. Loading assets. Ik dacht dat ik Roblox GameStar Tycoon aan het opstarten was, niet Roblox Rewards. Hallo. Oh. Loading assets was weg. Oh shit. Zwart scherm en voor de rest. Ja. Oké, dit is weird. Ik zie niks. Eigenlijk, ik zie wel wat, maar. Mensen, tot zo. Mensen, ik ga mijn hele Roblox even terug opnieuw opstarten.
Hoppa. En nu zit ik ineens vast in de joining server scherm. Oké, Roblox is een beetje raar geworden ineens. Ik heb al lang geen Roblox meer gespeeld, maar dat heeft er niks mee te maken. De GTA-serie die gaat op een uur ook terug verder. De Story Mode-serie. Oké, nu werkt de wereld helemaal onder meer. Oké, tot zo. Mensen, ik heb een idee. Ik ga een andere opstarten, want hier staat: Join the new GameStore community. Beta V. Level 6 GameStore Tycoon. Wacht. Ik ga die laatste GameStore Tycoon video bekijken. Als het toen stond GameStore Level 6 coming soon, ja, dan is het daar. Dus mensen, tot zo. Ik hoop voor de laatste keer dat ik tot zo moet zeggen, maar ja, of moet knippen. Mensen, dit is hem. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Level 6 Tycoon upgrade coming soon. Dit is hem. Als dit hem niet is, dan word ik zo fucking kwaad. Dan word ik echt kwaad. Alleen niet kwaad, maar... Oh! Waarschijnlijk is het hem. De serie gaat gered worden. Yep. Wacht. Geef het een momentje. Daar is die ene brug. Ja! Yes! Oh, ik ben zo blij. Het is gered. Het is nu een ander plaatje, maar dat maakt niet uit. Ik ga het geluid uitzetten. Is niet nodig bij een game. Oh my god. Massive 3-story tycoon. Comes complete with an entire floor of new products. Dat is over level 6. Gaming PC's. Selling full PC builds can bring in some huge cash. Op de nieuwe verdieping kunnen we gaming PC's gaan verkopen. Oké, negende video komt eraan, mensen. Weet je wat? Ik eindig dit video dat ik gelijk de negende video kan maken. Holy damn, dit heb ik gemist. Dit heb ik echt gemist. Mensen, like, abonneer en... Tot bij de volgende GameStore Tycoon video.